Hallo en welkom, ik ben Sabrina en ik heb weer een nieuwe adventskalender. Dat is deze keer de adventskalender van Amazon. En dit is hem. En deze adventskalender heb ik besteld bij de Duitse Amazon. Amazon maakt namelijk meerdere adventskalenders. Dus ze maken er eentje voor de Engelse webshop en ze maken er ook eentje voor de Duitse webshop. Dit is de Duitse. En de Duitse is anders dan de Engelse versie. Dus de adventskalender heeft gewoon een andere inhoud. Maar deze kost €59,95 en deze kan je dus gewoon laten verschepen naar Nederland. Ik weet niet precies hoe dat werkt, want het verzenden was als het goed is gratis. Maar ik heb uiteindelijk €62,53 betaald om hem thuis te krijgen. Ik laat in ieder geval het juiste linkje gewoon in de omschrijving staan. En dan kom je gewoon bij deze adventskalender in de Duitse webshop. En je kan hem gewoon normaal bestellen als je in Nederland woont. Ik ga laten zien wat erin zit. Kijk, hij ziet er echt heel cool uit. Hij heeft allemaal vakjes die uitsteken. En toen ik hem ging bestellen, toen zag ik al dat er echt een heel cool iets in zit. En dat kan niet anders dan dat het vakje 24 is. Er stond een foto bij en ik zag hem in de foto staan. En toen dacht ik, oh, dat is echt heel tof. Ik heb nog nooit zoiets in een adventskalender zien zitten. Dan gaan we beginnen bij vakje 1. En vakje 1 is een beauty blender. De Miracle Complexion Sponge van Real Techniques. Nou, dit is echt altijd handig om te hebben. Er zit natuurlijk echt in superveel adventskalenders. Maar wat dat betreft kun je er ook nooit genoeg hebben. Dus altijd leuk als er zo eentje in zit. En vakje 2 is van Nature Box, de milde handcreme. En er staat 99% van natuurlijke oorsprong. Oh ja, hij ruikt ook lekker naar amandel. Hij ruikt best wel zacht. Altijd fijn om een handcreme te hebben, zeker nu. Want met altijd handen wassen gaat mijn handcreme er in ieder geval echt razendsnel doorheen. En dan zijn we bij vakje 3. En zoiets heb ik nog nooit gezien. Dit is van Got2Be, Schwarzkopf. Bye Bye Baby Haar. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dit er nou uitziet. Wow, dit is gewoon een soort mascara borstel. Hier, moet je kijken. Oh, er komt gewoon een soort van... Ik weet niet of je het kan zien zitten. Maar er komt gewoon een soort gel uit. En volgens mij moet je dat dus gewoon zo op je babyhaartje smeren. En ja, dat klinkt misschien gek, maar dat is voor mij eigenlijk heel erg handig. Want ik heb in januari een zoontje gekregen. En ik heb een paar maanden borstvoeding gedaan. En sinds ik gestopt ben, heb ik hier echt mega veel babyhaar gekregen. Want ik had natuurlijk best wel veel haaruitval, zoals de meeste vrouwen na een zwangerschap. Ik heb hier in die inhammen echt super veel van die kleine babyhaartjes zitten. Dus voor mij is dit serieus best wel een heel erg handig product. Dus ik ga dit ook echt zeker gebruiken, denk ik. In ieder geval echt een zeer uniek product in deze adventskalender. Dus dat vind ik heel erg leuk. En dan zijn we bij doosje nummer 4. En doosje nummer 4 is van EOS, de Whipped Vanilla Frosting Lip Balm. EOS is wat mij betreft altijd goed. Ik vind dit hele fijne lippenbalsems. Het is denk ik een doorzichtige kleur. Hij ruikt ook heel erg naar vanille. Meestal zit er nog wel een glittertje of iets in, maar eigenlijk zit dat er volgens mij ook niet in. Ik zie het in ieder geval niet als ik hem op mijn hand smeer. Dus volgens mij is het gewoon eigenlijk een heel erg recht toe recht aan lippenbalsempje. En dan zijn we bij nummer 5. En nummer 5 is van John Frieda, de Miracle Drops haarkuur met vitamine E. En dit is een oliekuurtje. Dan zijn we bij doosje nummer 6. En er zitten in doosje nummer 6 twee dingen. Om te beginnen zit er van Amazon Beauty een €5 kortingskaart in. En daarnaast het echte product dat erin zit is van Babor, of Dr. Babor. De Refine Cellular Glow Booster Biface Ampoules. Ik geloof dat Babor in ieder geval echt best wel aan de prijs is. Ik ga heel even kijken hoe die ampullen eruit zien. Ik zat er heel erg mee te worstelen, maar er zit gewoon zo'n flapje op. Dus zo kan ik hem ook van binnen laten zien. Er zitten dus 3 ampullen in. En er stond al iets op van Biface. En zoals je ziet, zie je dat er bovenaan zit een soort donkergeel stukje. En daaronder zit een lichtgeel stukje. Dus je ziet dat er inderdaad echt 2 lagen zitten. Oké, je kan niet zien in welke fase dan wat is. Maar er staat wel in dat er vitamine C in zit. Extract of sea buckthorn, nog nooit van gehoord. En polygonum bisorta root, as well as vitamine E. Polygonum bisorta root heb ik ook nog nooit van gehoord. Maar wel heel erg leuk om te proberen. En nummer 7 is van Knijp. En dat zijn badkristallen. Appel, hagebutte, ik weet niet wat dat betekent, en kardemom.
Dit is het. Nou, en ik heb het al vaker gezegd. Ik ben echt gek op badderen. Dus alles wat in bad kan, daar ben ik echt heel blij mee. En toen waren we alweer bij nummer 8. Dat is een lang, dun doosje. Oh, en hier zitten 2 producten in. En dit is van Find, de Shiny Lip Fluid plus Lip Liner. Dat is wel heel cool, want ze passen dus ook gewoon meteen super goed bij elkaar. En voor mij is dit echt een hele goede kleur. Ik vind dat er heel vaak in die adventskalenders veel te veel super rode lippenstiften in zitten. En dat is wel af en toe een keertje leuk, maar dat draag ik gewoon niet dagelijks. Dus ik hou heel erg van kleurtjes die gewoon dagelijks super goed draagbaar zijn. En kijk, dat is deze echt absoluut. Het lippenpotlood heeft best wel een zacht puntje. En ik heb ze naast elkaar op mijn hand gezet. Dus lipgloss en lippenpotlood. Ik moest even zoeken. En altijd leuk als je een dubbel cadeautje krijgt in je vakje. Dan zijn we alweer bij dag nummer 9. En hier zit in van Weleda of Weleda. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet uitspreken. De Naturally Clear SOS Spot Treatment. Dus dit is voor de puistjes. En kijk, het is gewoon een klein tubetje. Kijk, er zit zo'n hele kleine applicator op. En dan kan je gewoon een heel klein beetje aanbrengen op je puistje. Dus het is echt een soort van gel formule. Dan zijn we bij een klein doosje nummer 10. Wow, dit is van Invisibobble. De Styling Hairring Nano. En ik gebruik altijd Invisibobble. Maar dan gewoon door normale elastiekjes. En nou ja, normale elastiekjes zijn natuurlijk geen normale elastiekjes überhaupt. Maar dit zijn echt hele kleine elastiekjes. Hij is echt mini gewoon. En je krijgt er dus 3, maar ik denk dus dat je hier gewoon een heel klein plukje haar mee kan vastzetten. Oh wacht, kijk, er staat ook een mini voorbeeldje op. Kijk, je ziet hier ook dat er een... dus dat je hem onderaan een vlecht kan doen. Of als je, zeg maar, je haar een beetje zo hier wil vastdoen. Dus dat je inderdaad gewoon kleinere plukjes haar kan vastzetten. Ik had echt geen idee dat Invisibobble dit had. En dan zijn we bij nummer 11. En dit is van Revlon, de Hydro Nutritive Detangling Conditioner. Oh, dit is gewoon een leave-in conditioner. Ik had geen idee dat Revlon haarproducten maakte. Ik dacht dat ze echt alleen maar make-up deden. En dan zijn we bij vakje nummer 12. Het ziet er best wel fancy uit. Dit is van 4 Long Lashes by Oceanic. Het Eyelash Serum. Wow, dit ziet er als je hem uitpakt echt helemaal fancy uit. Moet je kijken. Dit is dus een wimperserum. Zodat je wimpers goed en mooi groeien. En er zit dan zo'n... Oh kijk, er zit echt zo'n heel mini borsteltje op. En dat moet je dan denk ik langs je wimperrand halen. Er staat... Dreaming about long glamorous eyelashes. Do you want to turn heads with an alluring look? Now you can with an outstanding long for lashes gold serum. Active multi-ingredients make eyelashes look longer and fuller. To boost the effect of spectacular lashes, the serum reduces eyelash loss and makes them look even more radiant. Step into the spotlight with the long for lashes and show off your natural beauty. Goed verkooppraatje op de verpakking. Het is tot nu toe toch echt een super originele adventskalender. Er zitten echt allemaal producten in die ik in ieder geval in alle vele adventskalenders die ik heb geunboxed, die nog nergens in hebben gezeten. Dus ik ben daar echt heel blij mee. Dat vind ik super leuk. En dan zijn we bij vakje nummer 13. En dit is een klein doosje, maar hij is echt super zwaar. Ze hebben weer een dubbel product. Kijk, twee keer een nagellakje. Weer van Find. En op de foto bij de adventskalender stonden 2 andere kleuren. Dus ik denk dat je gewoon 2 random kleuren krijgt. En laten dit nou 2 kleurtjes zijn waar ik heel erg blij van word. Dus ik vind dit helemaal super. En echt heel fijn dat er nagellak in zit. Want ik gebruik ook best wel veel nagellak. Dus oké. Het wordt steeds beter. Ik was al aan nummer 15 begonnen. Maar we zijn gewoon nog bij nummer 14. Dit is van Gliss Cure. De Anti-Split Wonder Serum. Of iets in die trant. Er staat gewoon een heleboel Duits op. Ook, ik had de omschrijving bij de adventskalender door de vertaalmachine gehaald. En daar stond ook op dat er een ander serum in zit. Namelijk deze dus. Dan die op de foto staat. Want er staat er ook eentje van Gliss Cure op de foto. Maar dan een gele verpakking. Dus deze krijg je als je hem koopt. En dan zijn we nu bij nummer 15.
En dit is van Nivea, de Good Morning Fresh Skin, een gezichtsmaskertje. Met aloe vera en vitamine E voor de normale huid. En dan zijn we alweer bij dag nummer 16. En nummer 16 is van Wunderlift, de 60 Second Wrinkle Reducer van de Wonder Toon. En dit is dus een oogcrempje en er staat op de achterkant bij de gebruiksaanwijzing dat je hem moet schudden voor gebruik. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig nu hoe die eruit ziet. Ja, het ziet er gewoon heel normaal uit voor de rest. Maar ja, dit is dus wel goed om te weten. Als je dit dus koopt, dan moet je hem goed schudden voor gebruik. En op de achterkant staat ook in 60 seconds skin appears firmer, smoother en tighter. And the appearance of dark circles, under eye puffiness, lines, wrinkles is visibly reduced. And skin looks at least 5 years younger. Oké, okay, nou, dan ben ik weer heel eventjes 26 gelukkig. En dan zijn we alweer bij dag 17. Dit is van Labello, de Coral Crush Color Lip Balm. En Labello gebruikte ik vroeger altijd. Maar echt vroeger, toen ik echt nog op de middelbare school zat. Toen ik 13, 14, 15 was. En eigenlijk sindsdien nooit meer gebruikt. En dan zijn we bij dag 18. En dan hebben we een zeer zwaar doosje. En dit is van Neutrogena, de Hydro Boost Aqua Gel. En dit is voor de normale en gemengde huid. Dit is volgens mij gewoon echt een volle pot. En dit is 50 milliliter. En oh kijk, het is echt een heel licht gelletje. En dan zijn we bij dag nummer 19. Dan hebben we bij nummer 19 van Elizabeth Arden de Vitamin C Ceramide Capsules. En deze kreeg ik laatst ook in de adventskalender. Ik weet niet zo goed meer welke. Volgens mij was het ASOS of iets. En toen kreeg ik andere capsules. Maar dit zijn dus vitamine C capsules. En ik ben gek op vitamine C. Ze zijn echt lekker bezig. Dit is ook van Invisibobble. Dit is de Traceless Hair Clip en de Waver. Dus dit zijn van die Invisibobble, ja, hoe zeg je dat, schuifspeltjes. Maar dan dat het ook niks in je haar achterlaat. Ik wist ook niet dat deze bestonden van Invisibobble. Je krijgt ook hier weer 3 van. Kijk, ze zien er zo uit. Ik weet niet of je het goed kan zien, want ze zijn doorzichtig. Maar dit is dus zonder metaal. En met van die krulletjes die ook in die Invisibobble zitten. En dan zijn we bij dag nummer 21. En ik ben dit merk ben ik vaker tegengekomen, maar ik weet nooit zo goed hoe ik het uitspreek. Of het nou Trina of Mina is. Dus het ziet er zo uit, het is een lipglossje. Maar het is een beetje een bruin-rozige kleur. Hij is best wel behoorlijk aan de donkere kant. Wel goed voor de herfst, maar hij is wel echt donker. Dus niet iedereen kan dit kleurtje hebben. Dan zijn we bij dag nummer 22. En dit is van Saint-Tropez de Self Tan Purity. Dus dit is weer zo'n bronzing water, face mist. Dus dat moet je geloof ik over je gezicht heen sprayen en dan krijg je een kleurtje. Ik heb hem dus ook al eerder gekregen in een andere adventskalender, maar ik heb hem nog steeds niet durven gebruiken. Dus ik heb er nu 2, dus ik ga het nu wel echt een keertje proberen. En dan zijn we bij nummer 23. Nummer 23 is van NAE en dat staat voor Natural Antica Herboristeria. En dit is de Pureza Sanftefeste gezichtsreiniging. Oké, ik heb geen idee wat het allemaal betekent. Maar dit is in ieder geval een gezichtsreiniging iets en het voelt best wel solide. Oh kijk, het is gewoon een gezichtsreiniging zeepje. Het ruikt naar rozen. En dan zijn we bij de allerlaatste dag. Dit is het vakje waar ik echt op zat te wachten. Dit wilde ik jullie zo graag laten zien. Ik vind het echt zo cool. En als laatste cadeautje krijg je de Remington On The Go. En dit is een haarstyler. Dus je krijgt gewoon nog een styling tool ook. Dat is toch super tof. En het is dus een hele compacte steltang die je dus gewoon heel makkelijk mee op reis kan nemen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb gewoon helemaal geen steltang of ook maar iets. Sterker nog, het enige dat ik heb, ik heb ook geen krultang. Ik heb alleen maar een föhn. En het is ook echt een stokoude föhn. En die vervang ik maar niet omdat hij het gewoon maar goed blijft doen. Ik moet het wel echt een keertje gaan vervangen. Maar mijn föhn is denk ik, nou ja, nu misschien wel 15 jaar oud of zo. Het is ook echt een hele goedkope, maar hij gaat gewoon maar niet kapot. Dus ik moet. Dus ik ben blij dat ik nu een keertje een goede styling tool erbij krijg. Ik ga hem even laten zien. Kijk, dit is hem. Dat is toch heel cool. Het is echt een mini. En je krijgt er ook een speciaal zakje bij om hem mee op reis te nemen. Ja, ik vind dit echt zo tof. Dit is denk ik de meest originele adventskalender die ik tot nu toe heb uitgepakt. Ik vind sowieso dat ze echt
met een hele dikke knaller eindigen. Hier kunnen echt veel adventskalenders nog wat van leren. Dit is toch super tof dat je gewoon een styling tool er echt in stopt in plaats van een styling product. Ja, vind ik echt heel gaaf. En überhaupt, de producten die er allemaal in zaten, waren gewoon best wel origineel. En ook dat er vakjes in zaten met dubbele producten. Dus twee nagellakjes, maar ook de lip liner en de lip gloss. Ik vind dit tot nu toe een van de allerleukste adventskalenders die ik heb uitgepakt. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.